Ondertussen het steekballetje op Promes is uitstekend. En dan wil Quincy Promes iets doen. Ja, als het lukt is het geweldig. Hij wil die bal overhaan heen stiften, maar hij raakt hem niet goed. Kolder. Turuc. Promes goed doorgelopen. De tackle van Lima. De tackle van Lima betekent een strafschop voor Go Ahead Eagles. En geel voor Josimar Lima. Na zijn overtreding op Quincy Promes. Van Siegum kon niet anders. Lima speelt inderdaad niet de bal. Raakt wel Quincy Promes. Die wat overdreven valt. Maar de strafschop is dik en dik verdiend. Promes met de mogelijkheid om de Eagles op een 1-0 voorsprong te zetten. De aanloop en hij zit erin. Scheelt niet veel hoor, want Warner Haan zat er nog aan met de handen. Maar Promes zet Go Ahead Eagles op een 1-0 voorsprong. En Kolder, die laat het loopwerk over. Dat is logisch aan Xander Houtkoop. Dit is een hele goede bal naar Cas Peters. Gaat Peters de wedstrijd in het slot gooien? Cas Peters, ja! Het is beslist hier. Go Ahead maakt de 2-0 en Go Ahead gaat door naar de volgende ronde in de play-offs. En wordt het nog erger voor FC Dordrecht. Houtkoop is er opnieuw vandoor. Promes, oh, wat een mooie goal zeg. Wat een beauty daar van Quincy Promes. Opnieuw Houtkoop daar in de rol van aangever. Ja. Je moet hem erop komen. En je moet het ook nog maar eens zo kunnen uitvoeren. En dat kan de winnaar van de Gouden Stier. Als zijn dit grootste talent van de Jupiler League het afgelopen seizoen. Quincy Promes.